Eens in de drie of zes maanden geef ik een update over mijn vermogen. En in deze video wil ik eigenlijk specifiek gaan kijken naar mijn beleggingen. Want eerder deze week heb ik daarmee de grens aangetikt van 100.000 euro belegd vermogen. Inmiddels is het ook weer wat minder geworden. Maar ja, toch even die magische grens aangetikt. Zoals altijd wil ik weer wat leerzaams meegeven in mijn video. Dus we gaan niet per se richten op het bedrag op zich. Maar vooral de weg hoe ik bij dit bedrag ben gekomen. We gaan dus kijken eigenlijk naar hoe heb ik de afgelopen 2,5 jaar belegd. Dat ik uiteindelijk bij dit bedrag ben uitgekomen. En zo kun je zien dat ook ik klein begonnen ben een jaar of drie geleden. Met kleine aankopen. Af en toe een paar aandelen. Tot uiteindelijk waar ik nu wel ben gekomen. Welke aandelen heb ik gekocht. Welke aandelen hebben vooral voor deze stijging in vermogen gezorgd. Dat gaan we dus allemaal terugzien in deze video. In de hoop dus dat jij daar iets van kunt leren. Misschien dat ik je kan inspireren om ook wat te gaan beleggen. Met kleine bedragen te beginnen. En zo deel ik dus de goede momenten zoals nu. En vast ook wel de slechte momenten. Over misschien een jaar of twee jaar, weet ik wanneer. Dat het slecht op de beurs gaat, ook dan zal ik mij natuurlijk mijn vermogen blijven delen. En dat is ook de reden dat ik regelmatig stories op mijn Instagram plaats van zowel de goede dagen als de slechte dagen. Om gewoon een eerlijk beeld te geven van hoe het eraan toe gaat op de beurs. Het zijn niet alleen maar groene dagen, goede dagen, maar er zitten ook zeker slechte dagen tussen. Zolang je op de lange termijn natuurlijk maar wat positief uitkomt. Dus wil je daar regelmatig van op de hoogte blijven, volg me dan op Instagram op passief inkomen. En dat is weer genoeg voor deze intro. Dus laten we snel beginnen met de video. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Passiefinkomen.nl. We gaan in deze video dus kijken naar mijn belegd vermogen. Maar mocht je nou net begonnen zijn met beleggen of willen gaan beleggen, dan is het ook heel erg belangrijk om juist klein te beginnen. Ga niet letten op het grote bedrag wat je misschien in deze video wel ziet, maar zorg ervoor dat je klein begint. Want wanneer je gaat beleggen, is niet alleen het geld belangrijk, maar vooral ook de kennis die je hebt en hoe je daarop gaat reageren met wat er op de markt gebeurt, wat er op de beurs gebeurt. En juist op dit moment. Is de beurs eigenlijk niet zoals je altijd zou kunnen verwachten? Het gaat nu heel erg goed met de beurs, terwijl het heel erg slecht gaat met de economie. Misschien gaat dat binnenkort juist andersom. En dan moet je ervoor zorgen dat je eigenlijk de kennis hebt om rustig te blijven, dat je een plan hebt, dat je weet wat je van plan bent met je beleggingen. En dat je niet de verkeerde beslissingen gaat nemen door misschien op korte termijn toch je beleggingen te verkopen, nu het verlies eigenlijk nog beperkt is. Dat je eigenlijk door dat verlies nu te nemen achteraf denkt van ja ik ga maar niet verder beleggen want ik weet niet hoe het werkt daarom dat ik zeg van zorg dat je klein begint dat je ondertussen je kennis opdoet en mocht je nou video's willen kijken bij een beginnende belegger enige informatie op doen heel veel video's op mijn kanaal zijn gericht op beleggers en de belangrijkste paar zal ik trouwens in de links onder deze video plaatsen dat je in ieder geval een basis hebt om vast te beginnen en dan vind je trouwens ook de links naar verschillende brokers. Brokers die ik gebruik om te gaan beleggen. Dat zijn in ieder geval mijn favorieten. Dus al die informatie die je nodig hebt om in ieder geval op gang te komen. Om te beginnen met beleggen vind je terug onder de video. Maar dan nu waarvoor jullie kwamen. Natuurlijk mijn belegde vermogen van op dit moment. Of... Net begin deze week 100.000 euro. Het gaat eigenlijk niet zozeer om dat bedrag, maar vooral de weg hoe ik bij dat bedrag ben gekomen. Ik wil laten zien dat ik ook klein begonnen ben. Dat ik af en toe aandelen kocht. En naarmate ik meer kennis had en ook uiteindelijk meer geld verdiende, bijvoorbeeld met mijn YouTube-kanaal, dat ik meer heb kunnen investeren. En dat dat ervoor heeft gezorgd dat ik bij het bedrag uit ben gekomen waar ik nu ben. Dus besef ook dat het natuurlijk geld kost, maar ook vooral tijd kost. En je een beetje geluk moet hebben met. Wat er gebeurt op de beurs. Zijn het juist goede jaren of zijn het slechte jaren? Kies je misschien de juiste aandelen of niet de juiste aandelen? Dat heeft allemaal effect. Hoop ik in ieder geval dat je het terug kunt zien in deze video. Dus laten we snel overstappen naar de computer. Hier zien we een overzicht van mijn beleggingen. Dit is eigenlijk van de laatste 2,5 jaar. En per ieder half jaar heb ik eigenlijk een tussenstand. Hier bovenin zien we telkens de datum: de 1 januari en zes maanden later, halverwege het jaar, 1 juli. Van 2018, 2019 en uiteindelijk ook dit jaar. Zo kunnen we eigenlijk een beetje zien hoe het bedrag groeit. En ook het totaalbedrag groeit. En links zien we dan de verschillende brokers die ik gebruik. De grootste zullen eigenlijk zijn Bing Forward. Een vorm van beheer beleggen. Je zorgt dat je daar een account aan maakt. Zegt hoe je, welke manier je wilt beleggen. Vervolgens maak je alleen maandelijks geld over. En zorgen zij dat zij verschillende aandelen kopen die bij jouw profiel passen. De Giro, waar ik uiteindelijk nu het meeste van mijn geld beleg heb. Waar ik dus uh, losse aandelen koop, zelfde bedrijven kies. Vroeger was dit Evi, Evi van Landschot, ook een vorm van beheerbeleggen. Uh, vond ik toen de kosten op een gegeven moment te hoog worden. Dus dat is uiteindelijk heb ik afgebouwd. Pieks is juist toen opgebouwd. Dat is een vorm om je eigenlijk je wisselgeld automatisch te beleggen. Brand New Day gebruik ik. Um, om pensioen te beleggen, het inkomen wat ik verdien vanuit mijn eigen bedrijf. Ja, een deel daarvan bouw ik natuurlijk uh, pensioen op voor later. Dat is, doe ik via Brand New Day-pensioen beleggen. Nog wat andere brokers, een paar die ik een beetje gebruik. En uiteindelijk ook cryptocurrencies. Het ene jaar gebruik ik, heb ik wel cryptocurrencies. Het andere jaar niet en inmiddels dus weer wel. Dus laten we even snel gewoon even verschillende dingen doorlopen. We zien dat we in 2018, dus het jaar begonnen, met iets meer dan 11.000 euro vermogen. Uh, ja, zeg maar de helft daarvan zat in Bink Forward, oftewel die vorm van beheer beleggen. Terwijl ik bij de Giro eigenlijk pas net begonnen was, net een paar aandelen had gekocht. En ja, je hebt gewoon kennis nodig en een beetje tijd ook om alles uit te zoeken. Ja, door de jaren heen zie je wel dat dat steeds meer is geworden. Dat ik het ook leuk vind om aandelen te zoeken, bedrijven te beoordelen en te kijken of ik het uiteindelijk bij het juiste eind heb. Uh, toen zaten we dus nog in Evi en uiteindelijk Brand New Day. Brand New Day zul je zien, groeit telkens langzaam. Volgens mij heb ik uh, 100 euro in de maand dat ik vast apart zet richting pensioenbeleggen. Dus ja, dat is, uh, zorgt eigenlijk voor die langzame stijging. Kijken we nou een half jaar verder, halverwege 2018, was het bedrag inmiddels met iets meer dan 7000 euro toegenomen. Oftewel een rendement van 64% op je originele bedrag, eigenlijk een half jaar eerder. We zien dat Bank Forward een beetje is toegenomen, maar vooral een groot gedeelte dus bij de Giro. Um, zeg maar 3500 euro extra. Ik heb wat extra aandelen gekocht. Dus. En welke aandelen dat precies zijn, dat gaan we straks nog even bekijken. Als we eigenlijk echt inzoomen op de Giro, omdat daar, ja, zoals gezegd, mijn meeste geld zit, maar ook de meeste losse aandelen zitten. En het is leuk om te zien welke aandelen ik toen heb gekocht, uiteindelijk heb verkocht. En die zorgen voor die grote stijging in mijn vermogen. Ehm. Um, dit is nog, nog de laatste keer dat ik eigenlijk Evi heb vermeld. Eigenlijk niks spannends. Ook een half jaar later zien we nog steeds wel dat Binkford de grootste positie was. Omdat daar 300 euro in de maand bij kwam. Terwijl ik bij de Giro af en toe een aankoop deed. Maar je ziet wel het verschil. De bedragen nemen allebei toe. Maar het verschil wordt steeds kleiner. Um, uiteindelijk is het dan ook dat ik in 1 januari van dit jaar inmiddels al op 45.000 euro zat. Uh, we zien vooral... Uh, hier zien we eigenlijk het, uh, hier moet ik zeggen, in een half jaar tijd neemt het bedrag uiteindelijk maar 1000 euro toe. Op dat moment hadden we ook echt te maken met een dipje op de beurs, gingen koersen bijna 10% onderuit geloof ik. Dus eind 2018 was gewoon lastig. Zie je ook terugkomen in mijn cijfers dus. Eigenlijk maar een rendement van 6% op dat bedrag. Nog steeds een heel mooi bedrag hoor, overigens. Maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken met geld wat ik toen heb gestort. Dus eigenlijk zal ik geld hebben verloren in dat half jaar. Ja, aan de hand herstelt de beurs dan wel weer sterk. Leg ik ook extra in. En dat zorgt er dus voor dat ik begin dit jaar uiteindelijk al in één keer 45.000 euro heb. Dat een beetje een verdubbeling van een jaar daarvoor toen ik 20.000 euro had. Het meeste geld zat toen inmiddels ook al bij de Giro. We zullen daar ook zien dat dat vooral door Tesla komt. Um, ik ben nog wel steeds Bink Forward mee bezig. Alleen um, ja, de kosten zijn hoger dan wanneer je zelf gaat beleggen. Dus ik heb het bedrag inmiddels verlaagd dat automatisch ingelegd wordt... Wisselgeld neemt nog steeds toe. Elke maand geld van mijn uh, pensioenbeleggingen neemt toe. En ik ben ook weer begonnen met cryptocurrencies. Ik wilde gewoon een procent of vijf ongeveer van mijn vermogen toch in cryptocurrencies hebben zitten. Um, het is een heel erg hoog risico. Maar ja, de kans dat het in de toekomst in één keer heel veel waard gaat worden. Ja, ik geloof wel in de technologie erachter. Dus ik wil het niet nog een keer missen. Zoals ik in die jaren daarvoor al een paar keer heb gehad. Dus gewoon een klein gedeelte van mijn vermogen hou ik in cryptocurrencies, en hier heb ik nog wat bijgekocht en ging het ook weer wat beter, dus dat verklaart waarom er nu iets meer dan 7000 euro in zit. En zo zien we dat we dus een maand of uh, een week of twee geleden, zo moet ik het zeggen, halverwege dit jaar, in één keer al op 83.000 euro zit, weer bijna een verdubbeling ten opzichte van begin dit jaar, uh, 38.000 euro um, in de plus, uh, 84% rendement, Um, je zult straks wel zien dat dat vooral ook heeft te maken met extra geld dat ik ook heb geïnvesteerd in de laatste maanden. We zien dat veruit de grootste uh, positie inmiddels bij de Giro zit. Het meeste geld zit daarin. Dus laten we vooral ook even gaan focussen op de Giro. Denk ik het meest interessante voor de meeste van jullie. Um, voordat we dat trouwens gaan doen, wil ik nog even teruggaan. En de laatste twee weken laten zien. Uh, volgens mij heb ik niet zo heel veel geld ingelegd. Uh, ja, trouwens, 2500 euro. Het is nog wel een behoorlijke uh, wat aankopen gedaan in de laatste twee weken. Maar we zien dat we zelfs in die twee weken tijd een rendement hebben van 18%. Dan moet je misschien wel die 2500 euro inleg eruit halen. Maar dat is dus de reden dat ik uiteindelijk begin deze week maandag ook de, de 100.000 euro doorbroken had. Volgens mij ergens rond de 105 alleen. Ja, uiteindelijk sloot de dag weer wat lager. En kwam ik op 98 uit. Maar ja, dat wil een beetje zeggen van, eh, vooral door Tesla wederom, dat je in een twee weken tijd van 52.000 euro, waar ik toen al heel blij mee was, in één keer naar nou meer dan ja, uiteindelijk meer dan 68.000 euro bij de Giro had. Um, ja, is alleen af te vragen van zo'n stijging, is dat normaal? En ik zal me er niet te veel aan wennen. In ieder geval, dat is wat ik de, op dit moment doe. Even snel tussendoor. Vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen, welke video's jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's van maken? En het helpt heel erg met het YouTube-kanaal. Want meer mensen krijgen deze video te zien. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Ik maak elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Dus klik onder deze video even op abonneren om nooit meer een video te missen. En binnenkort. Komt onze beleggerscursus online. Ik ben samen met Tim bezig met een cursus, een training, meer dan 50, 60 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal. Waar eigenlijk alles wat je moet weten als beginnende belegger. En als je op een passiefinkomen.nl slash beleggerstraining even je naam en e-mailadres achterlaat, dan komt er eigenlijk wanneer de cursus dus beschikbaar komt, een speciale aanbieding. En kun je dus extra voordelig beginnen met deze training. Gaan we dus kijken naar de Giro. Hier zie je eigenlijk uh, links alle aandelen die ik in de tijd heb gehad. En... In het begin, in 2018 dus, in deze kolom, zag je dat ik twee aandelen van Apple had. Net geen 300 euro in totaal. Drie aandelen van VUSA, eh, net iets meer dan 120 euro. En in die tijd had je nog Vanguard, VTI en VOO. Inmiddels zijn die aandelen niet meer beschikbaar omdat ze niet de Nederlandse documentatie hebben. En dus mogen ze niet meer verkocht worden in Nederland. En daarom zul je ook zien dat ik na een tijdje is over ben gestapt naar VWRL. Dat is de ETF waar ik ook nu qua ETF's het meeste geld in heb zitten, met rond de 5400 euro. Maar we zien hier dus onderaan dat ik in ja, begin 2018 700 euro bij de gieren had belegd. Zoals we straks zagen nam dat na een half jaar toe naar 4400 euro, oftewel een stijging van 3600 euro. Maar ik heb in dat half jaar dus 3350 euro gestort, dus ja, dat is niet echt winst, dat is niet echt rendement. Waar het dan op uitkomt, 314 euro winst in zes maanden. En op dat bedrag is dat 43%. Dus dat is op zich best wel mooi. Kijken we weer om een half jaar verder. Je ziet dat ik dingen heb bijgekocht. Ik had toen Alibaba. Uiteindelijk ook weer verkocht. Omdat ja, China vond ik toen nog een beetje lastig. Ook met die handelsoorlog. Ik heb toen uiteindelijk gekozen om geen Chinese bedrijven te hebben. Wel heb ik toen uh, bijvoorbeeld Facebook gekocht. Die had toen net met dat schandaal te maken. Waardoor de koers hard onderuit ging. En ook in... Ja, halverwege 2018 dat ik mijn eerste aandelen van Tesla kocht. We zien uiteindelijk dat ik er toen 9 had... en dit langzaam heb uitgebreid naar de 30 aandelen die ik op dit moment heb. Steeds weer ben gaan beleggen, dus in VWRL. En op 1 januari 2019 had ik dan ook iets meer dan 7.000 euro. Um, dat is een verschil, een toename van net geen 3.000 euro... ten opzichte van ja, het halfjaar daarvoor. Maar je ziet ook dat ik 3825 euro heb ingelegd. En dat is dus die periode laatste Half jaar, de laatste maanden van 2018, waar ik het straks over had, dat er een dip was op de beurs. Dus ja, dat het uiteindelijk dit bedrag hoger is, komt vooral door de inleg die ik heb gedaan. Want eigenlijk heb ik een verlies van 800 euro, oftewel stond ik 19% in de min. Je ziet inmiddels hier in 1 juli dat ik ja, wel wat aandelen heb. Vooral uitgebreid op de posities die ik al had. Uh, inmiddels had ik dus 25 aandelen van Tesla. Um, Vanguard is uitgebreid, dus zijn vooral de aandelen de bedrijven die ik al volgde. Je kunt niet te veel posities hebben, lijkt mij, want je wilt ook alles een beetje bijhouden. En hoe meer posities je neemt, hoe meer je best bij moet houden. Uh, vandaar dat ik vaak de posities die ik heb, daar houd ik het nieuws van bij en weet ik dus ook hoe het gaat met het bedrijf. En als ik dan geld investeer, zijn het vaker die bedrijven die ik al heb. Uiteindelijk stegen ze dus naar 10.000 euro vermogen ook, maar in een half jaar tijd, als je daar de, de stortingen die ik heb gedaan, vanaf haalt. Ga ik er maar 120 euro op vooruit? Dat is eigenlijk maar een rendement van 2% in een half jaar. Ja, het is natuurlijk op jaarbasis wel heel erg mooi, 4-5%, maar ja, vergeleken met de rest valt het heel erg tegen. Je kunt ook afvragen: hoe is het dan nu op de beurs? Is het dan niet een beetje overdreven? Ik denk: ja, het is zeker overdreven op dit moment. Je ziet namelijk dat ik in dit jaar wel weer posities heb uitgebreid. Ik heb Alfa gekocht in het begin van het jaar, een Nederlands bedrijf, echt richting de energietransitie, waar ik steeds meer in geloof. Beyond Meat, nog zo'n transitie die er gaande is met vleesvervangers. Uh, Facebook had ik gewoon nog steeds. Microsoft heb ik wel in het begin van het jaar gehad. Uiteindelijk ook weer verkocht. Zie je hier ook terug bijvoorbeeld ook met Apple-aandelen. Ik bleef toch al lange tijd op vijf aandelen hangen. Um, en ik dacht, ik zie andere kansen, andere bedrijven waar ik liever in investeer. En ik wil overzicht houden in mijn portfolio. Begin dit jaar stond ik op 18.000, zeg maar 19.000 euro. Um, 3000 euro kwam doordat ik geld had gestort dus eigenlijk in een half jaar tijd 5300 euro rendement oftewel ten opzichte van dat bedrag 50% rendement ging dus al heel erg goed en zeker wanneer we naar het laatste half jaar kijken dus eigenlijk van 1 januari tot 1 juli van dit jaar is het geld verdubbeld wat ik heb verdiend Sta ik dus uh, op 53.000 euro stond ik bij de Giro. We zien dat het vooral komt doordat ik 12.500 of iets meer dan 12.500 euro heb gestort. Uh, geld dat ik lange tijd, ja inmiddels verdien ik natuurlijk geld met mijn YouTube kanaal, met mijn website. Maar ook geld dat ik al langer achter de hand had. En juist dus toen de coronacrisis eigenlijk kwam. Uh, heb ik in de maanden maart, april en mei, geloof ik, bijna 10.000 euro geïnvesteerd. Juist toen de koersen wat lager stonden om een beetje te profiteren. Ik heb Adifica gekocht om wat meer uh, vastgoed wat ik eerst had bij Van Eck. Deze heb ik verkocht. Ik wilde echt richting zorgvastgoed. En daar hoort ook Prologis bij. Even kijken waar die staat. Deze positie, dat is echt weer uh, distributiecentra. Dat zijn de twee vastgoeddingen waar ik nog wel in geloof. Mijn positie van Alpha heb ik uiteindelijk flink uitgebreid naar 100 aandelen. Basic Fit ben ik volop gaan kopen, uiteindelijk ook 200 aandelen heb ik daar nu van. Wederom een dipje bij Facebook, dus mijn positie met 5 aandelen uitgebreid. Um, Prologis zoals ik net al zei. Uiteindelijk ook nog 5 aandelen van Tesla bijgekocht. Niet tegen een geweldige prijs, maar achteraf gezien natuurlijk ook wel wel. Mijn gemiddelde prijs van Tesla ligt geloof ik nu op dit moment 315 dollar per aandeel. Dus dat is ook wel uh, heel erg leuk. Maar tegelijkertijd besefte ik ook dat ik niet alleen in losse aandelen moet gaan zitten, maar juist mijn posities van de twee uh, ETF's van Vanguard ook uit te breiden. Dus daar ben ik naar 70 aandelen van VWRL en 25 aandelen van VUSA van de SP500 gegaan. En zo zien we dus dat we uiteindelijk op iets meer dan 52.000 euro hadden uh, bij de Giro op 1 juli. Maar ook hier heb ik een kolom van de laatste twee weken. Geeft eigenlijk weer aan dat in de laatste twee weken, zoals gezegd, heb ik wel 2500 euro wat aandelen bijgekocht. Dat is Virgin Galactic. En uh, even kijken waar die staat. Archimodo. Ook een bedrijf met elektrische autootjes, maar dan ja, twee persoons, een soort van motoren eigenlijk. En uiteindelijk ook Square, een aandeel waar ik al langer in de gaten hield. Wat eigenlijk op een van zijn hoogste punten ooit stond. Maar toch dacht ik: laat ik vast een positie nemen. Want iedere keer stel ik het uit. En dan ga ik ja, binnenkort wel kijken of ik nog meer bij kan kopen wanneer het weer een betere prijs is. Maar heb ik in ieder geval, staat het op mijn lijstje, heb ik het, dan hou ik het automatisch ook bij. Heb ik ook eerder de kans dat ik het bij ga kopen. Uh, we zien dus eigenlijk dat we in twee weken tijd tussen 1 juli en 13 juli, dus van 52.000 euro naar 66.000 euro zijn gegaan. Een toename van 14.000 euro en het grootste gedeelte... ...11.000 euro komt zeg maar gewoon alleen al uit Tesla... Ja, ...ik denk dat iedereen de laatste dagen de grafiek daar wel heeft gezien... En ja, ...het heeft waarschijnlijk te maken natuurlijk met het product... ...dat de kwartaalcijfers goed zullen zijn... ...ook dat die waarschijnlijk in de S&P 500 zal komen... ...dus er is gewoon heel erg veel vraag naar het aandeel... ...en dat drijft de prijs alleen maar meer op... Juist ook omdat heel veel mensen die Tesla aandelen hebben, het echt hebben voor de lange termijn. Dus eigenlijk niet willen verkopen. Ja, en als niemand wil verkopen, maar er is wel heel erg veel vraag naar het aandeel. Dan gaat het natuurlijk in één keer heel erg hard met de koers. Maar dit zorgt er dus uiteindelijk voor dat ik ook in de laatste twee weken dus een enorme stijging heb gehad is dus dit een heel erg mooi moment en zorgt er dus voor dat ik ja, zeg maar 66.000 euro bij de Giro heb. Gaan we dan weer terug, dan zien we dat dat er eigenlijk voor zorgt dat ik uiteindelijk deze week ook die 100.000 euro heb aangetikt. Is natuurlijk ook weer de vraag: van, is dit het juiste moment en zal ik hier lang van genieten? Nou, ik ga er nog zeker vanuit, en dat zagen we eerder deze week ook wel, dat er nog steeds ja, een coronagolf, een tweede golf kan komen. De kwartaalcijfers komen er nu aan in de komende weken, heeft gewoon heel erg veel effect, kan dat hebben op koersen, zeker wanneer dadelijk heel veel dingen gaat tegenvallen, mensen niet de baan terugkrijgen die ze eerder hadden, ja, dan gaat het gewoon slechter de beurs, dus dit is het moment dat ik even weer geniet van dit bedrag en ik ga er gewoon vanuit dat het de komende maanden wel af zal nemen, als het dan toeneemt, is het alleen maar mooi meegenomen, maar in ieder geval een beetje een realistisch beeld te geven... Um, ja, kijk hoe ik het de laatste jaren heb opgebouwd. Door telkens wat maandelijks in te leggen. Af en toe een grote aankoop te doen. Wanneer ik bijvoorbeeld vakantiegeld had of er wat extra bij had verdiend. En dat ik op die manier dus eigenlijk om de zoveel maanden in ieder geval wat mooi rendement kan maken. Maar dat ik ook echt gewoon met kleine bedragen begonnen ben en naarmate je meer gaat beleggen vind je misschien ook wel wegen om meer geld op een andere plek te besparen om juist om meer te beleggen. Maar dit is dus de stand van zaken van mijn portfolio in juli 2020, dus laten we over een maand of drie of zes weer een keer een update doen om te kijken hoe we er dan voor staan. En tot zover mijn beleggingen. Alle brokers die ik zelf gebruik en aanraad vind je trouwens terug in de beschrijving onder deze video. Wil ik je tot zover weer bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je wel van hebt geleerd, dat je misschien geïnspireerd bent geraakt, dat je wat dingen kunt gaan doen die zelf goed zijn voor je eigen toekomst. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dat soort video's maken? En je helpt het YouTube kanaal ermee, omdat deze video aan meer mensen wordt aangeraden. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week twee video's. Die gaan er voor Persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Dus klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.